Hallo allemaal en welkom bij The Grocery Gang Putrid Power. En we zien hier dat het The Grocery Gang versus The Clean Team is. Yep, we hebben deze al een paar keer gedaan en we gaan er vandaag nog een keer naar kijken. Mijn lijstje, die zet ik nu even buiten beeld en we gaan hem openmaken. Het is een nieuwe serie. De vorige serie die zat in chocoladerepen en deze serie zit in een vuilnisbakje. Het is zelf gekocht, dus ik heb deze niet gekregen. Die andere die had ik allemaal gekregen. Een hele stapel, dat weten jullie nog wel. Dat was een hele grote doos die ik had gekregen. Maar dit heb ik allemaal zelf in de speelgoedwinkel gekocht. Laten wij gaan kijken naar de eerste. Zo. Wat zou dit zijn? Even kijken hoor. Ik heb geen idee. Het lijkt op een laars. Oh. En een soort voet. Maar ik kan me niet voorstellen, wat zou een voet hierin doen? En er heeft een cowboyhoed op en een groene salade. Dus, misschien een burrito of zo. Even kijken hoor. Ja, het is even heel moeilijk kijken. Ik moet nu door het schermpje van de camera kijken. Om dit te zien, want de camera hangt nu zo laag. Dat die een beetje in de weg zit eigenlijk. Oké, Texas. Mistake. Oké, dit is een biefstuk. Ja, nee, sorry. Het is een grappig poppetje, maar onherkenbaar. Het wordt hier in één keer heel dik. Het is dus een biefstuk die gebogen is. Een beetje een misser. Ik vind hem... Hij is wel grappig. Hij is wel heel squishy. Zie, hij is heel erg buigbaar en zacht en zo. Dus dat is wel leuk. Jij moet eventjes terug, dat mensen kunnen zien waar we nou mee bezig zijn. Even kijken. Nou, dan niet. Dan gaan wij naar het tweede zakje. Kijken wat daarin zit. Kijken of die even wat meer lijkt op wat het moet voorstellen. Dit lijkt op een muesli bar. Het is eigenlijk wel jammer. Want heel veel van die grocery gangs de vorige keer, die waren echt met veel kleuren. Die hadden echt veel details. Nou ja, dit ziet er een beetje uit als een granola bar. Zie je dat? Als zo'n reepje met zo'n muesli reep. Wat zou het kunnen zijn? Oh, weet je, zal ik dan meteen eventjes deze Texas Mistake maar eventjes afkruisen. En dan gaan wij kijken of er iets wat op een muesli-reep lijkt. Yuck Nut Bar. Zijn er daar twee van? Nee. Dit is een Yuck Nut Bar. Ja, een notenreep is een muesli-reep. Nou, ik vind hem... we hebben leukere. Laat ik het zo zeggen. Ook ja, een beetje kleur. Niet zo netjes geschilderd hier. Deze twee vind ik even wat minder. Deze voelt veel lekker. Deze voelt wel zacht, maar deze voelt zachter. Dus die voelt wel leuk. Het is een beetje als een squishy. Maar ja, ik vind het een beetje teleurstellend. Net alsof ze het iets te makkelijk hebben gemaakt voor zichzelf met deze dingen. Oh, daar valt hij weer. En wij moeten het ermee doen. Dit zat erin. Dit was weer een grocery gang voor vandaag. Dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat je het toch leuk vond. Je kan me laten weten in de comments wat jij ervan vindt. Ik reageer niet zo vaak op comments, maar ik lees wel alle comments. Daarom is het ook heel vaak dat de comments pas veel later tevoorschijn komen. Want ik moet ze eerst allemaal lezen voordat ik ze online plaats. Dus er komt niet zomaar een comment terecht. Ik lees ze altijd wel echt. Alleen, ik reageer niet altijd, want dan wordt het heel veel werk. Maar laat me anders even weten wat jij ervan vindt. Ja, dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!